Ja, goedemiddag. Ik spreek met Jan van der Wegen. En Jan, ik heb jou ontmoet onlangs op de Heemkundige Kring. En daar was een schilderijtentoonstelling onder andere. En daar hingen ook jouw werken. En ik was verbaasd. Ben jij al lang met die mooie hobby bezig? Eigenlijk wel. Ik wilde er als jong meisje eigenlijk al worden, niet? Dus schilderen, tekenen. Ja. Maar ja, daar kwam niet van. Vroeger was die tijd heel anders. He. Ja, ja. En ik ben pas, denk tegen 48, bij de 50 ben ik pas begonnen met echt schilderen. Ja, ja. Vaak thuis, hier zomaar aan tafel. Maar zomaar uit jezelf, zonder dat je les nam of wat dan ook? Ik heb van Marijn Nefs uit Alster nog les gehad. Aha. Toen in het Spijhuis in Bergen. Ja, ja. En ook nog van Piet, ja, dat was dan Piet en nog van die andere, Ad Zagers, ken je die? Ja, en Hagenaars misschien ook nog, of niet? Nee. Maar, en geleidelijk aan kreeg je er steeds meer zin in. Meer zin in. En dan ging dat, want dat was vrij schilderen. Mm-hmm. En dat vind ik leuk. Ja. Dat je zelf kan bepalen wat je wilt schilderen. Ja. Want Jan, we hoeven niet eromheen te draaien. Je bent natuurlijk ook al wat ouder. En dan mag je jou best vragen naar je leeftijd. Dat mag. Je ziet eruit als een jonge bloem, maar je bent ondertussen ook al 75. En dan toch ben je nog leuk met je hobby dagelijks bezig? Nou, dagelijks. Daarom wil ik ze ook niet graag wegdoen. Omdat ik af en toe zomaar eens de tijd krijg om dat te doen. Oh ja. En dan ben je daar zo aan geëcht eigenlijk. Mm-hmm. Dat je denkt van, ja, ik doe ze niet weg ook. Ik bewaar ze. Deze voor de kleinkinderen. Voor de kleinkinderen. Ja. Nou, die zullen er best blij mee zijn. Als ze, maar voorlopig hou je ze allemaal nog. Heb je nog genoeg opslagruimte toch? Nou, het wordt wel krap hoor. Ja. Ja, want ik kan me zo voorstellen. Op een zeker moment dan krijg je een idee. Ik ga wat schilderen. Maar wat schilderen? Heb je dan het idee al in je hoofd van wat je wil gaan doen? Ja, want ik kijk ook altijd naar een leuke tafereeltjes of zo. En het ene spreekt je aan en het andere weer niet. Nee, nee. En als het mij niet aanspreekt, dan denk ik dat het bij mij nog niet lukt, denk ik. Nee. Je moet er echt de ambitie voor hebben. Je moet het gevoel erin krijgen, ja, natuurlijk. Ja. Maar en tijdens het proces van het afbeelden, dan kan het nog wel veranderen zelfs misschien. Ook nog. Ja. Want dat ziet u wel hier achterbij. Dat kleine doekje hier, ja. Dat is pas opgezet. Want dat is heel klein. Mm-hmm. Maar dan in het begin dan denk je, ja, wat wordt dat nou eigenlijk? Ja, maar, precies. Maar dan gaat het toch weer wel leven. Maar dan geleidelijk aan, terwijl je aan het schilderen bent, dan... Je moet ook altijd die inspiratie wel hebben natuurlijk. Ook, hè? Want ook. Je kan niet zomaar gaan zeggen, nou begin ik en ik zie wel wat wordt. Zo werkt dat niet. Nee, dat is niet zo. En sommige mensen vroegen altijd aan mij, wil je dit er voor mij schilderen of dat? Mm-hmm. Terwijl, maar ik heb het ene keer gedaan, maar toen waren de kinderen nog klein. Nou ja, die mensen bellen dan op van, is dat klaar? Ja. Ik denk, oh nee, dat doe ik nooit meer. Nee, zo werkt dat niet. Dat hè? Doe ik nooit meer. Nee. En jij hebt een speciale plek waar je ook schildert? Heb je een aparte kamer of zo in huis waar je kunt schilderen? Jawel. Ja. Ik heb een klein kamertje, een heel klein kamertje. En daar kan ook alles rustig blijven staan? De deur kan dicht. En dan wat anders. Ik heb ook dieren in huis natuurlijk. Ja. Of wat de kleinkinders komen, dat ze niet die deur open kunnen krijgen. Nee. Dat ze er overal aan zitten, dat mag niet. Want jullie exposeren in om de zoveel tijd ergens in de Heemkundige Kring of ergens anders ook nog? Nou, sommige vragen wel eens. Zou je bij ons ook willen komen exposeren? Het wel. Ja. Nee, dat vind ik wel leuk. Maar ja, om met die schilderijtjes om te gaan leuren en dit. Soms worden ze beschadigd. Ja. Want de vorige keer was er een van de schilderijen gevallen. En er was een stukje van af. Oh, dat is zonde. Ja, maar dat krijg je zodra je het gaat vervoeren. Ja. En dan zitten je kinderen en kleinkinderen nu al niet aan je te trekken van oma of moeder, mag ik er alvast een paar ophangen? Oh, god, ja. En sommigen zijn erbij, die willen allemaal hetzelfde. Ja. Want die vinden dat leuk. Ja. Dan denk ik, laat het nou maar hangen. Ja, ja, want ja, die artistieke inslag, die zit er bij jou in. Ja. Maar die heb je toch eigenlijk ook weer overgebracht naar jouw kinderen. Bij de kinderen, ja, ze zijn allemaal, hebben ze een soort talent. Ja. Want je ziet wel, de piano, die is helemaal suf gespeeld. Ja. En vroeger hadden wij zo'n klein
zo'n trekorgeltje. Oh, ja. Daar zijn we mee begonnen. Mm-hmm. In een toekje. Ja. De buren, die zouden ook wel eens gedacht hebben dat ze gek werden. En dan kwamen ze tapdansen weer. Oh ja. Zo in de serre. Ja. Dan moest die serre eerst helemaal ontruimd worden. Ja. En dan kwam die man lesgeven voor tv, weet je wel. Mm-hmm. Moesten ze zingen. En dan moesten ze hier tapdansen leren binnen. Ja. Ik denk, als ik een boek mocht schrijven. Ja. Nou, misschien jouw dochter die schrijft. Ja. Ingrid, misschien dat het ook nog wat voor jou wordt of samen een boek te schrijven over je leven. Nou, dat vervelend moet worden. Nou, maar ieder leven is eigenlijk een boek waard, laat het zo zeker zeggen. Wel. Maar Jan, ik herinner mij nog, lang geleden, dat jouw kinderen hadden een koortje. Ja. Hoe heet het ook weer? De Rhodes Family. De Rhodes Family, ja. En die traden zelfs op voor tv. Ja. En ik heb die beelden ook gezien. Dat was natuurlijk toch fantastisch, want dat is al lang geleden. Dat was allemaal heel leuk. Ja. Maar wat denk je, als je weg moet gaan met z'n 8 kinderen in een busje naar Ilversum. Ja. En ze worden ze allemaal in bad aankleden, witte kleding meenemen. En die had ik eerst de laatste in de bad geweest, dan was de eerste weer zwart. Ja. Dus, en dan moest dan allemaal voor dat optreden, terwijl dat moest je ook nog een tijd wachten. Ja, dat natuurlijk nog, kwam. Natuurlijk, en op meenemen en dan reizen. Ja. Het had je wel een hoop. De helft van je leven gekost, hoor. Ja, dat geloof ik. Maar het gaf ook wel een hoop voldoening, denk ik, hè? Ja, natuurlijk. De kinderen zien het ook graag. Ja, ja. Ja, ze zitten er nog in. Ja, want ze zitten er nog in. Want, neem Ingrid, hè. Die heeft een paar boeken geschreven. Ze is een dichtbundel bezig. Ja. En er zit weer wat in de pijplijn, heb ik begrepen. Dit is de tweede dichtbundel. Ja. En een groot boek heb ze ook al geschreven. Ja, ja. Ja, dus het zit er gewoon in. En dan weet ik, Sonja, die heel verdienstelijk kan zingen. Ja, en Anja. En Anja, wat doet Anja? Die speelt... Die speelt bij de bejaardentehuizen voor de mensen, voor de... Dan de demente mensen en ook anderen, weet wel. Ja. Dat treedt ze ook op. En dan... En dat zit allemaal in die artistieke inslag die er bij jullie in zit. Ja, en Mark ook en Erik en Robert, ze kunnen het allemaal. Ja. Het zit er gewoon wat in. Leuk, want ik zie af en toe ook wel eens Facebook een foto voorbij komen waar jullie hele gezin op staan. Jullie hebben een echte, hechte, laten we zeggen, warme familie, hè? Ja, een heel, heel leuk en goed gezin hebben. Ja. Ja. En ze komen regelmatig thuis bij jou, een kopje koffie drinken. Dat is die schering en inslag. Ja. Nee? Maar maar het vult jouw leven natuurlijk op een hele fijne manier, hè? Natuurlijk. Ja. En je bent geboren en getogen in Halsteren en je woont nog steeds in Halsteren. Ja, ik zou niet... Ik hoef niet te verhuizen, hoor. Nee. Halsteren is echt jouw dorp nog steeds. Wel steeds. Ja, en de mensen ook, allemaal. Ja. Je bent met de mensen in de straat ook allemaal gewoon bevriend. Het is allemaal herkenbaar, natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb ook gehoord dat jij een echte dierenliefhebster bent. Ja. Want wat heb je allemaal op het ogenblik in huis? Nu heb ik in huis nog 3 katten over dan. Een hond. Mm-hmm. En een konijn. Dat heb ik in het bos gevonden. Een konijn in het bos gevonden? Ja, dat was toen zo'n heel kleintje. Zo lief. Dat was ook in de wintermaanden. Ja. Dat hebben ze daar denk ik weggezet. Want dat lag daar zomaar tussen de bladeren. En ik dacht dat het een mooie steen was. Want de zon scheen erop in de wintermaanden. Ja. Dus ik doe de hond even aan een paaltje. En ik ga kijken. Dus ik pak zo. Ik denk, dat is warm. Ja. Ik denk, ik dacht dat zal een poesje zijn. Dus ik pak het op, is het een jong konijntje. Och jee. Een tam konijntje. Ja, dat iemand zomaar gedumpt, zou je kunnen zeggen. Dat was toen met die vogelgriep. Toen wilden ze er vanaf natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En ik heb hem mee naar huis genomen. Mm-hmm. En je ziet wel hoe flink het dat geworden is. Ja, hij zit daar prachtig in. Ja. En hij heeft het goed naar zijn zin, zo en te zien. Hij is buiten ook nog een dag verbleef. Ja. Dus, ja. En dan heb je nog een leuk hondje, zag ik. Ja, dat is ook een schat hoor. Dat is een foxje. Of nee, dat is een Jack Russell, denk Jack ik. Hè? Russell, ja. En ga je daar nog elke keer mee wandelen? Jawel. Ja. Maar ik nu de afgelopen jaar hebben de kinderen bekend 3 maal per dag allemaal de hond uit moeten komen laten. Omdat ik vorig jaar gevallen was, weet wel. Oh, ja. Had ik mijn pols gebroken en mijn arm. Ja. Ja.
Dus dan kon ik niet, en ik had ook een wippeles in. Dus allemaal van die wal? Ja. Nou, dan ben je dat is natuurlijk wel erg vervelend. Dus daarom kon ik toen in de heemskundekring niet lang blijven. Oh, nee. Want jij zei nog, Ja. En je bent ook wel een echte liefhebber van de natuur, hè? Oh, ja. Van alles wat groeit en bloeit, laten we het zo maar zeggen. Ik heb altijd een volkstuin gehad, ja. Van daar een leepstraat van 200 vierkante meter. Zo, dat is best een flinke lap grond. Best allemaal spitten en doen. Ja. Nee? Ja, je was niet bang van werken? Nee. Ben nog nooit geweest. Nee. Maar ja, dat houdt je ook fit natuurlijk. Hè? Ja. En, maar je doet nu, wat zijn nu nog jouw bezigheden zoals je niet schildert? Ja, muziek. Ik hou ook heel veel van mooie muziek. Om te luisteren? Ja, om te luisteren, klassieke muziek. Ja. En van alles, eigenlijk van alle muziek. Dus, want jij zelf, want jij hebt 8 kinderen, hè? Ja. En jij zelf, kwam je ook uit een groot gezin? Wij hadden 10 kinderen. 10 kinderen? En ik was de jongste. Ach god. En hoe was het dan om de jongste te zijn met 9 broers en zussen? Ja, geef druk natuurlijk. Ja. Maar wel gezellig. Dat geloof ik. Want vader en moeder waren nooit, en moeder was ook een heel gezellig mens, weet je wel. Mm-hmm. Daar kwam ook altijd visite. Van de familie, de buren. Het was er altijd gezellig bij moeder. Want waar in Halster ben jij geboren? In de Korte Leeuwstraatje. Oh, het Korte Leeuwstraatje. Ja. Op die punt. Ja, bij Vogelgezang is dat, in die buurt, hè? Ja. Oh ja, precies. Ja. Daar ben je geboren en getogen. Ja. Maar dan ben je wel gewend aan een groot gezin. Als je dan, maar dan neem je weg, dat is toch wel... flink aanpezen. Aanpoten geblazen. Nou. Vroeger om 4:30 eruit. Want moesten die jongens naar de werk. Ja. En de kachel aanmaken. Dat was vroeger reeds. Ja, natuurlijk. Want dat was allemaal geen centrale verwarming of zo. En moest je nog wassen draaien in de schuur. Met wat was gaan. Ja. Nou, en als ze niet op ging hangen. Nou, dan ging ik het bevroren aan de lijn. Ja, want als je nou zo terugkijkt op je leven tot op heden. Want het is te hopen dat je nog een heleboel jaren erbij kent. Ja. Maar hoe denk je daarover? Ben je een klein beetje tevreden met alles wat achter je ligt en hoe het leven tot nu toe aan je is gekomen? Je moet altijd blij zijn met alle kleine beetjes geluk die je hebt in het leven. Ja. Je hebt ook zoveel ups en downs. Hey, bij ons zijn er wij zijn nog maar met z'n 2 kids. Ja, of van de 10? Van de 10. Zo. Die jongens zijn allemaal bijna kort achter elkaar gestorven. Dus mm-hmm. Dan akkert het in, hoor. Ja. Echt wel, ja. Maar dat geeft je ook levenswijsheid op die manier, hè? Natuurlijk. Dat scheelt natuurlijk ook. En? Je ging ze helpen. Ja. Je was de jongste, dus dat stond je voor jullie ook klaar. Maar Jan, vind je nou dat Halsteren veel veranderd is in die loop der jaren? Nou, vind je nou dat je zegt, nou het is erop vooruit gegaan, of het is... niet helemaal, vind ik, hoor. Nee. Ik vind dat ze Halsteren... Nee. Een beetje verpamperen. Ja, het is... Dat is op de Dorpstraat ook. Dat stuk. Daarom gebruiken ze allemaal van die donkere stenen. Ja. Jij hebt gevoel voor kleuren, zou dat aan jou moeten vragen? Ja, juist. Dan had dat er al wat beter uitgezien waarschijnlijk. Want ik noem dat daar zo witte wat de maan vroeger staan. Ja. Toen heb ik nog tegen meneer Jaspers gezegd, want we zaten toen samen ergens, het mooiste was, op een begrafenis van iemand van bekende. Mm-hmm. Ik zeg, hoe maakt u het in de bias? Ja, die kleur. Hij zei, wat zeg je me nou? Ja. Zeg nou de bias? Ja. En ze, noem jij dat de baaiers? Ik zeg, daar heb baaiers, dat was jullie grond. Mm-hmm. Oh ja. En omdat er allemaal van die ijzeren rekkertjes voor die, al die ramen staan en dingen. Ja. Zeg, het is net een gevangenis. Ja. Ik zeg, neem me niet kwalijk. Ik zeg, diegene die die bouw daar gezet heeft, dat is geen altaar geweest, hè? Nee. Dat kan niet. Dat had er nooit gebeurd. Nee. Maar Jan, ik vond het heel gezellig om zoiets van jou te mogen horen, van jouw leven, van jouw hobby's, van de kunstzinnige creativiteit die je allemaal tentoonspreidt. Ja. Volgens mij ben je best een gelukkig mens. Dat ben ik zeker. Ja. Jawel, zeker. Met zo'n warme familie en die kinderen en kleinkinderen om je heen, dat kan bijna niet anders. Nee, ben ik ook een gelukkig mens. Ja. En iedereen heb wel op zijn tijd wat. Ja, dat zeker. Maar als je het zo nog een tijdje vol kan houden, Jean, hoop ik dat we nog heel veel mooie werken van jou te zien krijgen. En ze zijn niet te koop, hè? Nee, ze zijn niet te koop. Dus mensen die zouden denken, we gaan Jean eens bellen, want we willen... Nee, dat,
Het hoeft niet, want dat hebben ze al vaak gedaan. Ja. Nee. Als er iets herkenbaars, kunnen wij dat kopen? Nee. Zo. Nee. Denk, want ik schilder maar eenmaal hetzelfde eigenlijk. Ja, natuurlijk. Ze zijn allemaal uniek. Ja. Ja. Het zijn allemaal unieke werken. Ja. En er hangen er al verder, want er zit er alleen in Israël. Oh ja? Ja, er hangen in Israël. En dat, is met, dat heeft iemand wel gekocht of zo? Of, nee, of dat is, cadeau dat is er met een familielid meegegaan. Ah, juist. En die wilde dat zo graag hebben. Toen gaf ik het allemaal weer maar weg, weet je wel. Ja, ja. Ja, dus dat hangen in Israël. Ja, en zo zijn er op meer plaatsen, in Den Helder, overal lang toch wel. Toch wel, het is wel al wel verspreid. Ja. En het is duidelijk te lezen dat jouw naam eronder staat. Ja, ja. Nou ja, sommigen wel, sommigen niet. Hey? Ja, Jan, je bent nu aan een werkje bezig. Ja. En dat kunnen we hier zien, hè. Dat is, dat is dit. En dat deze ook, die op het ezeltje staat. Op het ezeltje staat. En dat is ook klaar, dat is en klaar. En deze is al helemaal klaar. En dit is in wording nou. Dat is nu in wording. Ja. En dat is nog, dat kan nog, dat staat nog in de stijger, ja, zou je bijna zeggen. Ja, dat is opgezet, hè? Ja, precies. Ja. Nou, wat leuk. Wat leuk dat je zo op deze manier bezig kunt houden. En ja, niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere mensen. Ja, wel. Die dat dan kunnen zien en daar ook van kunnen genieten. En je hebt er altijd vriendschappen dan over ook. Dat kan niet anders. Je hebt een gezellige groep. Ja. Die mensen. Ja, maar dan wou ik nog vragen, schilderen jullie ook in een soort club soms? Ja, we zitten nu in, dat is een oude schoolgebouw, waar ze ook wel eens eten daar in Berp. Zo. Oh ja. Want we hebben altijd bij de Kastanje gezeten. Ja. En ook op het Spijhuis vroeger. Ja, ja. Hey? Maar nu zitten we daar zo bij die school. En dat is ook weer maar leuk. Dat zijn dan allemaal, laten we zeggen, artistiekelingen bij elkaar. Allemaal vrij schilderen. Vrij schilderen. Dus als iemand te vragen is het aan elkaar. Ja. Het wel. En je schildert gewoon iets wat je zelf leuk vindt. Nou, buitengewoon. Ja, voor je werk om te schilderen, Sjaan, moet je natuurlijk een ruimte hebben. En we zijn hier naar boven gegaan. En in een kamer van het huis, daar ben jij dan, als je aan het schilderen bent, ben je bezig. Ja. En daar hangt heel wat werk van jou. Ja, als ik het zo zie. En dat is eigenlijk nog maar een klein beetje van alles eigenlijk. Ja. Daar zitten heel wat uren met tijd en inspiratie in, als ik het zo bekijk. Ja, zeker. En het is ook heel gevarieerd, zeg maar. Ja, ik zie het. Het is veel dingen die ik leuk vind. Het is eigenlijk van alles wat, hè. Mooi, zeg. Nou, daar kan je best heel trots op zijn. Ja. En dat is oma Poesjes, hè? Want ik ben oma Poesjes voor de kleinkinderen, hè? Oh ja! Ja, deze, hè? Ja. Schilder jij ook wel eens modellen? Of, nee. Dat doe je niet. Nee, het is, de figuren die op de schilderijen komen, die zijn ontsproten gewoon aan jouw eigen fantasie. Nou, niet altijd, hoor. Nee? Nee, als ik ergens iets moois, al is maar zo'n klein prentje, en ik denk, god, daar kan ik iets van, daar kan ik iets van maken. Ja, ja. Want dat heb ik geschilderd van een ouderwets wanddoek. Die dame daar in de rechterhoek. Ja, ja, ja. Dus dat vond ik zo mooi, maar dat was maar een wazig oud doek. Mm-hmm. Maar dat vond ik een mooie ding. Ja. Ja, en dat is ook weer van een schilder dat... Ja, ja, ze hebben eigenlijk allemaal hun dingen. Een achtergrond. Ja, een achtergrond. Ja, ja, ja. En die handen daar, die heb ik, kijk, waar de bliksem in. Dat is het symbool. Ja. Ja. Ja, en dat is ook allemaal weer klein, klein dingen. Ja, en het gemeentehuis, dat heb ik nooit afgemaakt. Nee, waarom niet? Ja, dan ben ik weer een tijd gestopt ermee. Ja. En weer iets anders gaan beginnen. En dan ga je weer al wat anders beginnen. Ja. Nou, je zal... En als jij zit te schilderen, heb je dan een radio aan of moet het dan stil zijn? Nee, meestal schilder ik of beneden aan tafel. Ja. Nee. Soms schilder ik samen met Annie van Ezen, weet wel, die vriendin. Ja. Die komt dan of ik bij haar, als het vakantietijd is. Nee, dan gaan we bij elkaar schilderen. Oh, dan zit je gewoon gezellig onderwijl ook nog een beetje te kletsen. Te kubelen. Over het een en ander. Ja, ja, precies. Zeker. Nou, ik ben blij dat ik het even heb mogen zien, Sjaan. Mijn complimenten. Er komt nooit niemand. Nee, dat geloof ik. Dus ik ben eigenlijk bevoorrecht dat ik dit heb mogen zien. En dit was mijn tuintje vroeger, hè, hierachter. Oh, ja.
En dat tuintje, dat is er nu niet meer. Ja, we hebben een jacht, maar ja, het is nou winter. Nee, nee, en daar heb je weer een prachtige... En in de zijde waren die poesjes allemaal. Ja, precies. Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei. Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag. Ik hou nog meer van jou als toen die dag. Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei. Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag. Ik hou nog meer van jou, als toen die dag. Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen. Toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen. Wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer. Als ik verwachtte alles met je te bereiken. Kwam weer de wind en blies me weg als een veer. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei. Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag. Ik hou nog meer van jou als toen die dag. Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en sneller langs ons zuis. Nog steeds helende tijden, alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei. Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook.